ook bij een nieuwe aflevering van een mod preview. En het heet Crafty Mod. Als je hem ook wilt downloaden, ga dan naar skydash.com. Vind je een handig mod? Laten we even kijken. Hier bij home. Kijk, daar zag je het. Ik heb het gedownload. Ik maakte al eens een keer een video dat je het kon downloaden. Video is prut. Ik heb mijn geluid niet aanstaan voor mijn opnameprogramma. En ik had mijn microfoon niet aan. Wel een beetje omhoog. En als jullie zien, Openblok staat er nog bij. En jullie Openblok zo. Dat was toch wel. Kijk met die lelijke printer. Ik kan het gewoon weghalen als je maar wil. Ik ga het uitleggen hoe het werkt. Kijk, je moet de rechtermuisknop daar op klikken. Daar. Nou, zo blij. Als je weer weg moet halen, haal je het gewoon weg, net als de normale blok. Je hoort alleen een een vol. En daar zat het foutje. Zag dan een klein stipje. Willen jullie weten wat hier staat? Er staat LOL. Je hebt verschillende kleuren, je moet alleen bij deze kijken. Dit is Openblocks, een Openblocksje. En kijk, hier zie je alle kleuren wat je kan. Het haalt gewoon weer lekker weg. Waar zullen we nog? Ik ga nog een mod downloaden voor jullie extra. Kunnen jullie een extra doen? Als je op skydash.com bent, ga ik nu deze downloaden. Als je op skydash.com bent. En eigenlijk nog een gelukkig nieuwjaar. En vrolijk kerstfeest. Vieren jullie al kerst met DDG? Oh, nog niet? Dan mag ik de mensen de vierde kant. Behalve als je... je moet nooit superstand doen, daar kan je virussen van krijgen. Exit kan je geen virussen van krijgen. Dus als je dat wil, dit is reclame, je moet dan echt wachten. En dan doe je die. Skip app. Doe die. Als je die. Dan mag ik de website weg doen. Komt er dadelijk wat in beeld. Als je Windows XP hebt of een andere Windows, dan kan je die gewoon downloaden. Het maakt niet uit welke Windows je hebt. Je kan het altijd downloaden. Niet de oudste Windows, van oude Windows kan denk ik Minecraft niet. Nu vraagt hij of je een backup wil. Nee, want dat duurt te lang. Duurt de volgende video zo lang. Klik je hem weg. Ga je weer naar Minecraft. Moet hij alles laden? Dat is gewoon luxe. Dan moet hij dit nog laden. Dan staat hier Forge in het beeld. Als je wil switchen met het game, moet je deze doen. En deze.
Als je snapshot wil, dan moet je deze in. Want daar vind je alle snapshots. En als je een andere hebt of zo, van een andere versie, krijg je er ook nog eentje bij. Dan moet je die doen. Behalve mij, was die met Jan Glitzer, dus dan is dit zo van gekomen. Behalve je moet wel op safe profiel doen. Druk je op play. Zie je mijn poppetje, mijn oude poppetje. Dat was een slime. En die heb ik weggedaan. Omdat ik nu een nieuw poppetje heb. En kijk, dan maak je altijd automatisch hier een mods bij. Dan zie je deze mod. Die mod. Die. Dan ga ik naar singleplayer. Ga ik naar deze wereld. Ik weet nog helemaal niks van deze mond. En als het goed is, moet hier wat staan. Uit cool! Fucking cool! En wat gebeurt er met het glas? Er gebeurt niks met het glas. Oh, wat is dit? Oh nee. Goed, zo'n hekje erbij. Oh, eigenlijk wel cool. Kijk, ik heb meer oors. Als jullie het weten, ik wil deze video niet zo lang maken, ik kan ze maar 20 minuten maken. Dus ja, dat is wel een beetje kut van YouTube. Maar daar kan ik niks tegen doen. Moet ik even de muziek voor jullie uitzetten? Dat is wel zo handig. En dan gaan we nu de blok, dan gaan we nu de oorshow. Dan gaan we kijken met welke pickaxe we kunnen zagen. Deze, of deze, of deze. Of deze. Nee, die ben ik niet. Houten pickaxe. Die takken ze. Die takken. Ik probeer het, ook al gaat het zo langzaam, probeer ik het ook. Nee, ik kan het niet met deze en deze. Ik kan het alleen met iron en diamant. Oh, één pickaxe vergeten. Yeah.
gouden helemaal vergeten, joh. Aha. Kijk wat er gebeurt. Krijg je helemaal niks. Dus niet met goud hakken, alleen met diamond pickaxe of iron pickaxe. En dan krijg ik dit. Even kijken wat de recipes zijn. Even kijken of ik de recipes ergens kan zien. Gaan we het maar zelf uitzoeken. Stok kan pakken. Kijk of je het op de ouderwetse manier maakt. Ik weet het niet hoor. Behalve willen jullie deze mod zo? Ik zet het in de beschrijving. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer. Goeie mensen en gelukkig nieuwjaar. Geef een groen duimpje. Abonneer. Het zou heel fijn zijn.